Je kijkt naar het Sinterklaasweekend. Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer. Hallo. Ja. Oh, en Leo, kom nou. Goedemorgen. Kijk, het is nog precies zoals gisteren. Ja. Gelukkig. Ik was bang dat je alles op zou eten en alles meenemen. Maar nee. We zijn er vandaag, of eigenlijk de hele ochtend weer tot 12 uur live met het Sinterklaasweekend. Net als gisteren. Ik hoop dat je hebt gekeken, want het was leuk gisteren. Hè? Ik vond het supergezellig. Ik was sowieso alle mensen die er kwamen. Ja. Alle dingen die we hebben gehoord. Wie waren er allemaal gisteren? Even kijken. We hadden Kus. Elise, Colisita, Jim Brace, langs van je ex-Bobby. Geweldig! Het was superleuk en we hebben heel veel cadeautjes weggegeven. En al die leuke dingen gaan we vandaag natuurlijk ook doen. Maar nog veel meer. We hebben natuurlijk artiesten. Topstars komen langs. Chips, Jumbo. Geweldig! Dus heb je alvast vragen? Ik denk dat jij ook wel wat vragen hebt. Ja, ja. Dan kun je ze nu alvast mailen naar jetix.nl/sint. En wie weet kan ik dan zometeen die vragen aan de artiesten stellen. En zou Koele Piet ook niet komen? Koele zou er zijn. Die zou... Kim Leon. Hey. Goedemorgen. Kim Leon. Daar kun je zitten, kan. Nou, goedemorgen. Ik heb nog wat... Beetje kleine oogjes nog. Ja, een beetje net wakker. Ik heb nieuwe zakken met cadeaus dus. Want we gaan natuurlijk weer een prijsvraag doen, toch? Ja, tenminste, daar ga ik vanuit. Uiteraard, wij geven weer prijzen weg, ja. Oh, ik ga die andere even pakken. Heb je er nog meer? Ja. Oh, super. Ja, want we gaan natuurlijk ook vandaag weer het grote Sinterklaas cadeauspel spelen. Dat betekent dat jij dus kans gaat maken op al deze leuke cadeautjes. Die gaan we even uitpakken zo meteen. Super. En je kunt ons natuurlijk ook mailen als je vragen hebt over Sinterklaas. Want gisteren was trouwens de grote dag, hè, Leon? Jij bent gisteren naar Sneek geweest. Cool, ja, zij is gisteren. Gisteren was de intocht in Sneek en het was leuk. Joh. Die hele stad stond op zijn kop. Al die kinderen waren helemaal verkleed en ballonnen overal. Ja? Ja? Maar is het nou gelukt? Ja, ja. Oh, heb jij die kus van de Sint gekregen? Ja, we hebben een weddenschapje. Ja. De kus van de Sint. Of het mij zou lukken om een kus van Sinterklaas te krijgen. En het houdt nog even spannend, jongens. Want we gaan gewoon meer of later op de ochtend zien. Gaan we het uitzenden. Oké, okay, okay, we gaan kijken. Het interview met Sinterklaas dat ik gisteren had, kun je dus later op de ochtend zien. En dan zul je zien of ik ook een kus van Sinterklaas heb gekregen. Ja. Maar wat ik ook wou zeggen is dat Leon hier natuurlijk zit voor al jouw Sinterklaasvragen. Want jij bent onze Sint-deskundige. Ja, dan zit ik hier met name voor de antwoorden van de vraag. Nee, ik heb sowieso nog heel veel vragen van gisteren, daar ga ik het over hebben. Maar nieuwe vragen kun je natuurlijk ook stellen over Sint, over de Pieten. Vraag voor Koele, voor jou Kim, voor de artiesten die komen. Je kunt gewoon stellen wat je wilt. Ga naar www.jetix.nl/sint. Dat is eruit. Dan kun je alles invullen. Dan komt het helemaal goed. Oké. Dan kunnen ze trouwens ook voor de... Voor de chat. Voor de chat aanmelden en voor de en zo. Quiz. De prijsvraag. De prijsvraag en de Sinteractieve Pito-toets. De Sinteractieve Pito-toets. Hebben we ook straks weer. Gaan we ook spelen. Helemaal leuk. Jij hebt natuurlijk tot diep in de nacht vannacht weer in de boeken gezeten om alles over Sinterklaas te doen. Nou, ik heb zo'n klein handboekje tegenwoordig, zodat ze heel snel. Maar wat Leon zegt is wel waar. Je kunt weer chatten vandaag via jetix.nl/sint. En er zitten nu al wat Piet in de chat. Hallo, dag, kijk daar. Dus je kunt al helemaal online gaan en met de Pieten chatten. En ik ben natuurlijk ook benieuwd weer naar de favoriete... Top 3 van de Sinterklaasliedjes. Gisteren stond op 1 Sinterklaas Kapoentje, op 2 Streek van de Toets. En op 3 Hoort Wie Klopt Daar Kinderen. Het zou toch helemaal te gek zijn als jij straks op nummer 1 komt dat staan, hè? Dat zou wel wat zijn. Ze moeten dus even stemmen. Ze moeten even stemmen, hè? Stemmen! Hebben we net gezegd. Zoek een schoen. Anyway, zo meteen dus Topstars, Chips, Jumbo en nog veel meer cadeautjes die we gaan weggeven. Maar eerst kun je genieten van de Bende van 5 en wij zijn er zo meteen weer. Tot zo! Doei! Blijf kijken naar het Sinterklaasweekend. De ochtend tot 12 uur zijn we live bij jou met het Sinterklaasweekend. Om natuurlijk heel veel cadeautjes weg te geven. Om alles wat met Sinterklaas te maken heeft, om dat voorbij te laten komen. Ja, vragen te beantwoorden. Maakt niet uit. Artiesten in de studio. Hey, vriendjes. En de Pieten. Ja, cool, hè? Hey, kijk eens wie ik meegenomen heb. Testpie muziek, Piet. Wat een gezellig. Ja, ik vind het zo gezellig dat ik hier mag zijn. Oh, is het dan? Yeah. Wauw, ik vind je er gaaf uit. Hey, ik ben gaaf. Hij is cool en ik ben gaaf. En wat ben jij?
Ik ben, nou wat ben ik jongens? Je bent lief. Je bent lief. Lief. Je mag een dikke zielen van Kim Lian. Ja, ja, oh, mag ik daar zitten? Ik durf het niet. Mag ik hier zitten? Ja, natuurlijk mag je. Wat ben je mooi. Wat vind je haar mooi. Dankjewel. Heel mooi. Hé, hoe was het gisteren? Want ik was even in Snee. Oh, het was zo leuk. Het ging allemaal zo goed. Zoveel kinderen. Echt. Ongelooflijk. Terwijl het was nog even spannend, hè? Ja, absoluut. Sinterklaas was somber. We hebben echt even gedacht dat we niet gingen, hoor. Niet goed. Nee, het ging echt niet goed. En toen hadden we gehoord, we hadden namelijk een brief gekregen. En daarin stond dat we liedje nummer 16 moesten zingen. 16, ja. Wij liedje nummer 16 zingen. Ja. Maar daar was wat mee. Zelfs met mijn zangtalenten klonk het niet goed. Nee, het ging niet. Er was iets mee. Maar we hebben wel, nou ja, we koelen eigenlijk, hè. Koele heeft ontdekt wat er was. Wat was er nou? We zongen het liedje omgekeerd. Ja, we hadden het boek verkeerd om. Dus we zongen het altijd zo, maar dat boek moest helemaal gedraaid. En toen hebben we het gezongen voor Sinterklaas. En toen zei hij, jongens, we gaan. We gaan nu naar Nederland. Naar Nederland. En daar zijn we. En nu zijn we er gelukkig. Dus het was op het nippertje. Nou, echt op het randje, want we zijn woensdag vertrokken. En gisteren op tijd aangekomen. Dus het was echt... Nou ja. Ja, het was een groot feest voor Snake. Nou, absoluut. En vannacht druk. En vannacht, ja? Vannacht druk, ja. Wat hebben jullie, waar zijn jullie allemaal geweest? We zijn zelf geweest in... Even kijken, ik ben in Groningen geweest, Friesland. Hoe heet dat onderste? Limburg. Limburg ben ik geweest. Overal geweest. Het koele, jij? Ik was hier in Hilversum en in... waar was ik ook weer vannacht? In Almere. Oh. Binnenste Almere. Buiten of... Almere binnenste buiten. Buitenstad, binnen. Ja, ja, ik had een verkeerde afslag, maar gelukkig ik heb navigatie. Ja. Ja. Dat scheelt. Navigatie. Ja. Ik ben een moderne Piet. Ja. Oké, en vanavond gaan jullie er weer flink tegenaan? Oh, ja, we hebben een hele lijst vanavond. Waar zijn de kinderen? Ik wil even tegen jullie zeggen dat als jullie echt, echt vandaag lief zijn... Lief. En ook als je niet lief bent, zet je schoen, want we komen eraan. Toch? En vooral zingen toch, Leon? Oh. Nou, zingen. Dat is wel dat is wel belangrijk. We hebben een paar voorkeursliedjes die gezongen moeten worden. Maar eigenlijk ieder liedje wat over Sinterklaas gaat, als je dat zingt... Komt het helemaal goed. Maar moet je nou hard zingen? Moet je zacht zingen? Oh, dat moet je vader en moeder mee zingen? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Mama's moeten zingen. Het hele huis moet zingen. Nee, tuurlijk. Ja, met z'n allen om de schoenen heen. En la, 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 maar hard of zacht maakt niet uit. La zingen. Nee. Gewoon bij wijze van la. Gezellig met z'n allen zingen. Ja, natuurlijk. Als maar muziek. Van de kerstman werken niet. Nee. Kunnen jullie anders even wat laten horen dan? Dat is wel heel toevallig. Want wij hebben met z'n... Kijk, wij hebben namelijk die CD gemaakt met z'n allen. Moet je kijken, even laten zien. Kijk, laat even zien. Ik sta er ook. Jij staat er ook. Ja, en Muziek Piet. En Muziek Piet. Ik heb ze gevraagd of ze mee willen doen op mijn nieuwe projectje. Nou, zo was het niet. Zo ging het niet. Ja, als je dan toch goed bent, laat maar eens horen wat jij zingt dan. Ja, precies. Het is een buitengewoon mooi nummer. Want ik hou van muziek. Dat is mooi. Een goed nummer. Ik ben dol op zingen. Daarin ben ik uniek. En hoewel ik heel goed ben, ik vind het een goed nummer. Ja, dat is echt. Ben ik zelfs beter dan de rest, maar niemand. Hé, ze vinden het echt goed. Ja, dit is helemaal. Kom ik in. Yeah. Let op, hè. Goed, hè. Maar ging die in één keer goed? Ja, ik ging echt goed. Maar ging in één keer goed, hè? Ja. De King Piet. Ja, dat is goed, ook, man. King Piet. King Piet, ik kom wel steeds lager. Steeds lager, ik kom wel steeds lager. Ik was hem. Oh, en jullie kunnen jullie... Ja, wij hebben een hele leuke duet samen. Ja. Dat heet Pieten voor altijd. Ja. En dat is een heel leuk liedje. Ik vind het ook. Ja? Ja? Mag ik dat ook even beoordelen? Ik wil het horen. Kunnen we even horen? Ja. Wij zijn Pieten. Pieten voor altijd. Een coole Pietenfans. En een stoere Pietenmeid. We doen erg ons best voor de allerleukste baas. Doen vol trots ons werk voor die lieve Sinterklaas. Wij zijn Pieten. Oh, nou mooi. Ja. Ja. Alles staat op de CD. En nog heel veel meer hoor, want Prof Piet zingt ook nog allemaal liedjes. En er staan ook nog echte Sinterklaas liedjes op die iedereen al kent. Ja, maar ook veel nieuwe liedjes die we stellen. Stuk voor stuk hits. Deze gaan we dus weggeven ook, hè. Echt waar? Dan kan je winnen bij het grote Sinterklaas cadeauspel. En daar zijn we aan toegekomen. We moeten dus een winnaar, als het goed is, een prijsvraag stellen. Oh ja, ik heb wel een leuke vraag.
vraag. Maar wel een moeilijke. Mag het iets moeilijker zijn? Ja, maar als het maar wel over Sinterklaas gaat. Maar wel moeilijk. Ja, 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 niet heel moeilijk. Ja, niet de wortel van 144. Niet de goede vraag. De vraag is voor jullie thuis. Hoe heet Sinterklaas helemaal? Dus in het echt, hè? Is het A, de Sint? Is het B, Santa Claus? Om maar even wat te noemen. Of is het C, Sint-Nicolaas? Yeah. Ja! Een beetje nieuwsdingetje. Nee, goed. Nou, als je het anders denkt te weten, laat het dan even, vul het even in. Jetix.nl/Sint. Inderdaad, prijsvraag nummer 1 zet dat erbij, dat is heel belangrijk. Kom je dan straks hier in de studio, dan mag je dus een cadeautje uitzoeken. En dan krijg je dus cd's, onder andere de Club van Sinterklaas. Dus dat is helemaal te gek. En zo meteen ook nog coole artiesten. Topstars, Chips, Jumbo. Ja, doe maar als het is een beetje laag bij de grond, Piet, geworden. En jullie blijven de hele dag gezellig bij ons? Oh, ik hoop het. Oh, wow. Ik hoop het. Ja, want jullie kunnen ook nog even in de chat straks, hè. Want jullie kunnen niet meer dat fysiek overeind kunnen komen. Leuk. En ondertussen gaan wij kijken naar Totally Spies. En straks zijn we weer helemaal terug. Tof. Toch? Ja. Gezellig. Tot straks. Doei, doei. Totally Spies. Je kijkt naar het Sinterklaasweekend. Hey, deze kennen we. Wat een gezelligheid! Woe! Nog steeds op de zondagochtend live hier in de studio met Muziek Piet en met lieve Tess Piet en natuurlijk de one and only Coole Piet en onze Sinterklaasdeskundige Leon! Yay! En zometeen natuurlijk nog topstars, dus heb je vragen, mail ze alvast naar jetix.nl/sint. Heb jij ook vragen voor topstars? Ja! Ja, hou ze even vast, ja? Straks bestellen. En we hebben ook een winnares aan de telefoon. Oh, echt? Voor het grote Sinterklaas cadeauspel. Aan de telefoon? Andere, wil jij het even afhandelen? Ja, ja, hallo? Hallo? Wie heb ik aan de telefoon? Valerie. Oh, Valerie, wat leuk dat je belt. Gaat het goed? Ja. Valerie, weet jij het goede antwoord? Ja, Sint-Nicolaas. Dat is goed? Is het goed? Ja! Super. Valerie, je mag een cadeau uitkiezen voor wat hier staat. En die grote is ook een cadeau. Dat kun je niet helemaal goed zien, maar die zal ik er even een beetje bij pakken. Dit is namelijk ook een cadeau. Welke wil je? Ik zou het wel weten. Wow. Pak die grote maar. Ja! Nou, Valerie toch. Die grote, ja. Ik ga hem even uitpakken. Oh ja. Wat is dit, Koele? Wat is er? Ik ben aan het kijken. Wat is het? Hij is een beetje goed ingepakt, Valerie. Volgens mij zit wegwijs erin. Valerie, jij hebt gewonnen. Wat is het? Komt ie aan? Een zitzak! Yeah! Oh! Wauw! Hou vast! Ik heb hem! Help! Valerie, het is een zitzaal! Yay! Vind je het leuk? Ja. Gelukkig maar. Maar Valerie, er is meer. Er is veel meer. Je krijgt namelijk de Kids Top 20 CD. Ja, wacht. Deel 4, absoluut. En de streek van Tante Toets, de single van Coole Piet. De grote ook voor jou. En Muziek Piet, moet je niet in je mond stoppen. Oh. Daar moet je even mee schrijven. Want ze krijgt ook de CD van de Club van Sinterklaas. Gezien je het? Alsjeblieft, Valerie. Dankjewel. Graag gedaan. En nog een fijne zondag, Valerie. Doei! Doei. En we hebben ook weer vragen binnengekregen van de kids. Ook voor jou, Tess. Ook voor mij? Ja. Oh. Namelijk, hoeveel cadeautjes test jij per dag? Oh, nou ja, het zijn er een heleboel. Het ligt er wel een beetje aan hoe ingewikkeld het cadeautje is. Maar ik denk toch zeker wel een stuk of 300. Jezus. Op een goede dag, 300. En zijn er ook wel eens cadeautjes die gewoon niet goed zijn. Dat je denkt, nou, dit kan gewoon niet. Ja, soms heb ik wel eens een Barbie en dan zit net dat haar niet mooi. En dan denk ik, nee. Nee, dat kan niet. Dan krijg je een nieuwe. Of een andere gaat er. Gaat een andere naar de inpakafdeling. Oké, okay. Een beetje een persoonlijk vraagje. Ja? Heeft u ook een vriendje? Waarom is het nou zo stil? ik weet het niet. Nee. Nee? Nog niet. Ah, oh, dat vind ik wel sneu. Coole Piet, wat zit jij nou te lachen? Dat is toch sneu? Ik vind het niks. Of vind jij er wel leuk eigenlijk, stiekem? Het is wel leuk. Ja, het is wel leuk, hè? Hey, Coole Piet van Quincy uit Den Haag. Hoe ben jij cool geworden? 3,5 uur per dag in de koelkast. Ja. Enorm cool van. Koud. Gaat voor dat leeuw. Een beetje één. Nee, maar ik ben gewoon van nature cool. Dat kun je niet leren, denk ik. Ja, maar ik denk ook wel dat je haar heel belangrijk is, hoor. Ja, maar mijn haar, deze. Dat is namelijk wel zo cool. Hij is cool, hè? Hij is zo cool. Hij doet haar. Gewoon coole dingen. Ja. Dat is het, denk ik. Cool geboren. Ja. Dat is jouw X-factor, denk ik. Ja, Nick Six.
Nou. Hey, van, ik vond je gisteren leuk. Een hele aparte naam. Bloem, maar het zal wel Bloem zijn. Okay. Bloem uit Eindhoven. Ja. Is Sinterklaas aardig? Ja. Voel ik niet. Voor mij wel, ja. Kim Leon. Ja, voor jou mij, wel. Ja, voor mij wel. Voor ons allemaal. Oh, Sinterklaas ja, is voor aardig. Ons allemaal. Jawel. Leuke baas. Leuke baas. Sinterklaas is toch aardig tegen iedereen? Tegen ja, iedereen. Ja, iedereen. Ja, altijd aardig. Misschien heeft Bloem wel hele nare ervaringen. Ik weet het niet, maar ze vraagt toch. Nee, Sinterklaas is super aardig, Bloem. Echt. Oké. Muziek, Piet, hoe lang zingt u per dag? Oh, veel te lang! Veel te lang! Veel te lang! Veel te lang! Oeps. Nou, bij je collega's moet je het hebben, hè? Oh, hij is een beetje gepikeerd. Een andere vraag dan, wat doet u in de zomer? Nou, dan ben ik bezig met de verdere muzikale ontwikkeling rondom Sinterklaas, waarbij het natuurlijk belangrijk is dat je de muzikale kwaliteiten van het geheel eigenlijk tot een goede afronding goed, weet te brengen, Piet. Zodat je uiteindelijk in december toch uiteindelijk toch kunt pieken op dat moment. Ja, pieken, ja. Pieten bedoel je toch? Of pieken, wat zijn nou? Helemaal duidelijk. Pieken, haalt over pieken. Leon. Kim. Jij als Sint-deskundige, weet jij wat het favoriete Sinterklaas of favoriete liedje is van Sinterklaas? Ja, op zich alle liedjes behalve nummer 16. Alhoewel dat nu dan ook weer andersom omgedraaid dan weer wel. De nieuwe versie vindt hij wel leuk. Ja. Oké. Dus eigenlijk vindt hij het altijd leuk als er voor hem gezongen wordt. Ja. Oké, Joël uit Rijswijk. Krijgen Pietjes ook cadeautjes? Ja, sowieso als ze jarig zijn natuurlijk. Maar ja, niet van Sinterklaas tijdens Sinterklaasfeest natuurlijk. Dan is het echt alleen maar voor de kids. Ja. Okay. Ah, en de Pietjes houden heel erg van geven. Ja, geven. Ik vind cadeautjes geven veel leuker dan krijgen. Ja. Echt. Geven. Het lijkt me ook leuk dat je ook ziet dat de kinderen er blij mee is zo zijn. Leuk. We mogen gewoon altijd cadeautjes geven. Dat is zoveel leuker dan krijgen. Ja, je maakt iedereen blij inderdaad. En dan nog een vraagje over pepernoten van Betuul uit Apeldoorn. Waarom heet een pepernoot eigenlijk pepernoot? De pepernoot is een heel oud recept. Ja. Dat gaat al eeuwen terug. En nu, als je nu een keuken ziet, zijn daar heel veel spullen om te bakken en om te koken. Vroeger was dat niet zoveel. En toen maakten ze de pepernoot ook echt met peper. Dus maakten ze ook niet zo zoet als nu. Dus vandaar pepernoten. Want peper was toen de tijd, dat kende men nog niet. Het moest allemaal ontdekt worden. En nu hou je overal, van de hele wereld krijgt Sinterklaas. En alle bakpieten krijgen natuurlijk ingrediënten. En dan heb je speculaaskruiden en suiker en dat soort dingen. Lekker. Maar ze zijn wel pepernoten blijven eten. Is je nou weer aan het eten? Ja, is alleen maar te eten. Over pepernoten gesproken. Ja. Het leuke van Sinterklaas is natuurlijk dat je lekker kan eten. Hè? Lekker kan snoepen en zo. Maar dat kan niet de hele dag door. Nee, dat is nachts slaap je. Dat kan niet. En dat mag trouwens denk ik ook niet van je vader en moeder. Maar we gaan weer even kokerellen. Ik koken met Leon. Oh, ik ga je helpen met je schort weer. Ja. Koken met Leon. Koken met Leon. Oh, dat staat je zo leuk als je hoort. Die moet je aanhouden, Leon. Je wordt er zo... Pak je wel dat touwtje? Ja, ik let op. Ja. Oké. Okay. Zit hij vast? Hij zit lekker. Goed zo. Oké. Over die pepernoten, hè. En over dat snoepen en over gezond eten. Daar kun je een hele leuke combinatie van maken, want... Wat dacht je van een broodje pepernoten als ontbijt? Wat heb je daarvoor nodig? Een broodje, je snijdt hem open, je smeert de boter op, dat heb ik hier al gedaan. Wat doe je dan? Dan doe je daar gewoon lekker wat pepernoten op. En je pakt een paar van die chocoladebrokken, zo. En voilà! Nou, ik was er zelf nooit op. Een broodje pepernoten. Maar dat is nog niet alles, want we hebben ook de chocoladeboterham. Een witte of bruine boterham. Besmeer je met boter en wat leg je daarop? Papa! Je doet er nog een boterhammetje op. Je snijdt hem mooi schuin en je hebt een chocoladesandwich boterham. Meer chocolade dan boter? Of broodje? Heel gezond. Heel gezond. Over gezond gesproken. Broodje gezond. Je hebt een broodje. Snijd hem open, besmeert hem met boter. Dan heb je wat worteltjes. Je hebt wat worst en je hebt wat kaas. Nou, dat leg je heel mooi zo op dat broodje neer. Zo. Als je vegetarisch bent, doe je natuurlijk geen worst. Kijk, een worteltje voor de gezonde vitamintjes. Je klapt hem dicht. Een broodje gezond. Wow. Hey. Dat gaat er wel in, hè? Ontbijtje, lunch en zo kan je toch...
ja, nog lekker genieten van die lekkere Sinterklaas snoep en... Heel slim. Klinkt goed, hè? Want goed, ik denk hè? Dat muziek Piet wel zo'n broodje lust. Ja. Ook een broodje. Ik deel ze gewoon uit. Smakelijk. Ik deel ze gewoon uit. Heerlijk. Nou, ondertussen gaan wij snel verder met de grote Sinterklaas cadeau-quiz. Of het cadeauspel. We gaan iets leuks weggeven. Maar daarvoor heb ik wel een nieuwe vraag. Dus let goed op. Dit is prijsvraag nummer 2. Wie denkt dat hij heel mooi kan zingen, maar zingt eigenlijk zo vals als een kraai? Is dat A, Koele Piet? Is dat B, Wegwijs Piet? Of C, Muziek Piet? Ik weet het niet. Als je denkt te weten, jetix.nl, /Sint. Prijsvraag nummer 2, zet dat erbij. En wie weet kom je net als Valerie zometeen hier in de uitzending om cadeautjes op te halen. En waar ik natuurlijk ook even benieuwd naar ben, is de update van de Sinterklaasliedjes. Even je boter aan mij. Die heb ik hierin zitten, want hij kwam net weer binnen via de mail. Alle stemmen zijn geteld. Hij is ontzettend gewijzigd, die top 3. Sinds gisteren. Op 3, daar wordt aan de deur geklopt. Stond al in de top 3. Maar een nieuwkomer op 2. De brieven van Jacob. Komt gewoon binnen op 2. En op 1 met stip naar 1. De streken van Tante Tonsje! Yeah! Nee! Staan gewoon 2 keer in de top 3! Dat moet een vergissing zijn! Nee, dat is echt waar! Echt waar? Nee, is geen vergissing. Nee? Nee. En ik? En ik? En ik? En jij? Waar sta ik? Ik kan jou gewoon... Jij staat er niet in, ik kan je niet vinden, ik heb niks van jou. Maar, vooral doorgaan! Sorry. Oh, dat komt vast goed. Vind je dat muziekpiet op nummer 1 moet zijn, dan kan je nog steeds stemmen via jetix.nl/Sint. Op natuurlijk de Sinterklaas top 3 liedjes. Maar ook als je vragen wilt stellen aan topstars, want die komen zo. Chips komt langs, Jumbo komt, dus het wordt super gezellig. En nu gaan we kijken naar iets heel speciaals, namelijk ondertiteld. The one and only Club van Sinterklaas. Joepie. Tot zometeen. Blijf kijken naar het Sinterklaasweekend. Goedemorgen, welkom terug. Ik kijk nog steeds naar Jetix, naar het hele speciale Sinterklaasweekend live tot 12 uur. Koele Piet en Leon, kunnen jullie even normaal doen nou? Ik ben aan het orgelen. Oh, dit is hop, hop, hop. Paardje in galop. Hop, hop. Dit wordt gezongen door een brokpie thuis. Hop. Waar is hij als je hem nodig hebt? Hop, hop, hop. Een paardje in galop. Rechtop. Sinterklaas. Komt uit Spanje. Ja, dankjewel, dankjewel. Wij hebben iets heel leuks. Appels van oranje. Hadden we gisteren appels van oranje, zei die mandarijn. Hij brengt appels van oranje. Maar dat doet er even niet toe. Ga lekker door. Toch bedankt, Leon. Wij hebben namelijk iemand aan de telefoon en dat is Hugo. Toch? Hallo? Hallo. Hoi, daar is hij. Ik spreek toch met Hugo? Ja. Leuk. Hoe oud ben je en waar bel je vandaan? 11 en ik kom uit Kampen. Kampen. Bij Zutphen. Oh, leuk. Ja, dat weet ik. Ja, jij weet alle plaatsen natuurlijk. Hugo, jij wist het juiste antwoord op de vraag, hè? Ja. Wat was het? Muziekpiet. Zingt hij zo vals als een kraai? Nou, hij denkt namelijk, ja, dat heeft Hugo heel goed. Muziekpiet denkt namelijk dat hij heel goed kan zingen, maar dat is niet zo, hè, Hugo? Nee. Nee, hij zingt een beetje vals. Maar jij hebt het wel goed, dus we gaan een cadeautje uitzoeken. Jee. Hugo. Ja? Ik ga hier naar voren toe en dan mag jij uitzoeken welke je wil. We hebben hier een grote gele, een blauwe, een lichtblauwe. Zeg het maar, welke wil je? Rood. Waar moet ik heen? Grote, joh. Welke grote? Die grote. Deze? Gele. Ja, die gele. Die grote gele, dan ga ik hem voor jou eronder vandaan. Oh, dat stort alles in. Dat doe ik weer goed. Huppakee, hij is wel lekker groot. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Vet, vet cool. Even kijken, wat zit erin? Ja, we hebben een goeie. Oh. Kijk dan! Van Atom! Cool! Ben je blij? Ja? Die wil je hebben, hè? Cool. Dat heb ik goed geregeld. En we hebben nog meer, Hugo, want je krijgt namelijk de streken van Tante Toets, de single van Koele Piet, de Kids Top 20 CD deel 4 en de CD van de Club van Sinterklaas. Gefeliciteerd! Ja. Oké, toppie. Veel plezier ermee! Ja. Doei! Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie breekt het decor al bijna af? Goedemorgen. Op de terugweg van een optreden. Oké. Hebben jullie nog iets van meegekregen?
Maar ja, ik heb niet de aankomst zelf gezien, maar wel dat hij al aan wal was, zeg maar. Dat heb ik nog wel gezien. Dat en stukje. Krijgen jullie al een beetje de kriebels te pakken van het hele Sinterklaasfeest? Natuurlijk. Ja. Het is spannend weer. Ik vind het wel heel leuk, ja. Oké, nou, ik heb ook allemaal Sinterklaasvragen natuurlijk. Want wat staat er bijvoorbeeld? Ja, pak gerust als je dat wil hebben. Lekker genoeg. Wat staat er nou op het verlanglijstje van de jongens van Topstars? Nou, computerspelletjes voor mij. Computerspelletjes? Ja, een konijntje voor mij. Een echte. Ik wil graag een mooi konijntje hebben. Echt waar? Ja, een konijntje. Oké. Konijntje. Ik moet er even aantekening van maken, want ik had iets anders bedoeld. Konijntje. Hij wil konijntje. Hij heeft net een hondje. Okay. Ja, ik heb ook een hondje, maar ik wil een konijntje. Een zitzak. Ik wil een zitzak. Oké. Okay. Ja, ik ook een zitzak. Ik heb hem al. En ik wil graag een armband. Een bling bling armband. Ja. Oké. Okay. Ja, en ik vind eigenlijk zo'n zitzak ook wel erg leuk. Maar natuurlijk, ja, in november ben ik jarig geweest, dus het was een beetje lastig om dan nieuwe dingen te verzinnen. Maar ik vind die eigenlijk wel leuk. Oké, nou, Koen Pieter, die houdt het allemaal in de gaten. Ik onthoud het allemaal. Misschien kon het onthouden, hè? Zitzak. Spelletjes, armbandje en zitzak. 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 Maar hebben jullie dat ook wel verdiend? Zijn jullie wel lief geweest daarvoor? Allemaal behalve Martijn. Allemaal, alleen Martijn is af en toe. Maar goed, dat lukt hem ieder jaar niet. Wat heb Martijn, ik nou? Martijn is de enige van ons die echt de roe verdient. Ja? Ja, die is wel een beetje ondeugend. Maar ja, voor je collega's moet je het hebben. Zijn er eigenlijk nog roeën? Nee. Tegen vragen tussendoor. Wat gebruik je tegenwoordig? Piet, wat vind je er nou van, hè? Ja? Wat dan? Ja, dat is geheim. Oh, dat is geheim. Maar degene die het ondergaat, die weet het. Ja? Maar er is nog wel iets als een soort strafachtig ding. Wauw, dan moet je wel... Dat Martijn... Dat niet, hè? Nee. Was niet erg genoeg wat hij heel deftig maken, hoor. Sinterklaas heeft zelf tegen mij gezegd dat je af en toe best een beetje ondeugend mag zijn. Ja, dat is ook leuk. Dat zei hij tegen mij. Ik vind Kim en daar was ik heel blij mee. Hé, jongens. Wordt er ook nog een beetje gezongen? Want Sinterklaas is natuurlijk gek op liedjes en Piet ook. Ja. Wat is jullie favoriete Sinterklaas liedje? Welke gaan we doen? Zullen we Zie de Maas? Zie de Maas. Zie de Maas. Zie de Maas. Oké. Kom maar op. Daar gaat hij dan. Zie de maan schijnt door de bomen. Majestaat, u wilt geraast. Heerlijk avondje is gekomen. Avondje van Sinterklaas, vol verwachting klopt ons hart. Wie de koe krijgt, wie de gaat. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de koe krijgt, wie de gaat. Oh, wauw, ja. Dat is heel mooi. Ja. Ik voelde het echt hier, jongens. Maar wie de koe krijgt... Koek. Oh, de koe. Dan moet je bij de Sinterklaas-experts aan natuurlijk. Want er was inderdaad een kleine verwarring. Want er werd gezongen door iemand hier ergens. Wie de roe krijgt, wie de gart. Ja, maar dat is hetzelfde. Een roe en een gart. Dus er is geen twee keer straf. En de roe bestaat niet meer, hoor ik net. De roe wordt niet meer gebruikt. Wie de koe krijgt, en de peperkoek. Of de speculaas, de koek, de zoetigheid. Of de gart, de roe. Oh, gart is gewoon de roe. Gart is de roe. Ah. En dat is een oud Nederlands woord. Het komt weer uit, aantal eeuwen geleden. Oké. Okay. Okay. En zo is het cirkeltje weer. Ik weet niet, maar muziek is wel heel erg voor aandacht te werken daar. Muziek, doe het allemaal. Muziek Piet, die hoort muziek. Muziek Piet. Wat doe je? Gaat weg. Je bent gewoon groot in beeld. Ga chatten. Oké, jongens. Nog meer vragen van Marloes uit... nee, niet van Marloes, die is voor iemand anders. Van Eline uit Venlo. Zetten jullie op de dag dat Sinterklaas aankomt je schoen al? Ja, allebei. Ja? Allebei. En hebben jullie al iets ingekregen? Ik kan er gewoon maar één, hoor. Ja. Ik niet. Jij niet? Nee, geen konijntje. Maar wie is er dan eigenlijk fout geweest? Een konijntje. Ik denk Martijn is fout. Ik heb dus gisteravond meteen mijn schoen gezet. En vanochtend zat er een snoepzak in. Met allemaal van dit soort. Geen zitzak, maar een snoepzak. Jij gaat hem vanavond zetten. Tessa uit Oud-Beierland, vinden jullie het leuker om te zingen of om te acteren? Ja, allebei. Beide. Allebei? Nou, heel duidelijk. Dat is een beetje duidelijk. Celine uit Heerlen, hebben jullie een vriendin? Ja. Ik wel. Ik heb een hele vriendin, Caroline. Een hele leuke Caroline? Lieve vriendin. Zit misschien thuis wat te kijken nu zelfs. Ik ook een hele lieve mooie. Oké, okay, jij bent... Jij bent een beetje vervelend. Gewoon bij die twee weg. Graagjes. Is dat een idee? Jongens! We zijn op televisie.
Missy, gedraag je mee. Hebben jullie een vriendin? Een knuffeltje, een konijntje? Ja. Een konijntje. Hij wil echt een konijntje ook, daarom wil hij er nog een. Het is heel gemeen. Oh, jongens, het gaat helemaal nergens meer over. Wie is er uitgenodigd? Het is de laatste keer geweest. Leon, we gaan maar even over naar jou. Serieuze zaak. Ja, want deze is wel van Marlou uit Hoog Halen. Waarom zijn er bijna alleen maar jongenspieten? Oh, die hadden we net ook. Er zijn wel meisjespieten, maar ja, ze zijn er wel. Oké. Okay. Hallo. Ja. Kom maar gezellig. Ja. Zij hebben nog geen vriendinnetje. Hallo. Kom er nog even bij. Stijn wilde roem. Even tussen hun in. Even hun in de gaten houden. Ja, ik heb er nog vragen, joh. Ik heb nog vragen van de kids. Heeft Sint een knuffel? Zo ja, hoe ziet hij eruit? Konijntje. Goed, Leon. Volgens mij is het tijd voor jouw Sinteractieve... Pito-toets. Absoluut. Quiz. Sinteractief. Ja, want dat is leuk. Dat is inderdaad heel sinteractief voor jullie thuis. Want ik ga het even uitleggen. Ik heb zo dadelijk vragen voor jullie. En daarbij geef ik 3 mogelijke antwoorden. De bedoeling is dat je het goede antwoord raadt. Uiteraard. Het is A, B of C. En in beeld verschijnen dan knoppen. A, B of C. Je ziet ze hier. En als jij het goede antwoord denkt te weten... loop je naar de tv toe, je drukt op een van de knoppen, bijvoorbeeld C. Je drukt erop, gewoon echt vol op het scherm. Wachten we een paar seconden. Tot er een ster in komt. Tot er een ster in komt, nee. Tot de 2 foute antwoorden verdwijnen. En dan blijft het juiste antwoord over en dan weet je of het goed is. Nou, hier, C blijft over. Helemaal goed. Oké, heb je nou alle vragen goed? Mag jij vanavond je schoen zetten? Zo werkt dat dus. En er wordt hier niet voor gezegd. Oké, concentratie. Okay. Vraag 1, komt-ie. Ja. Welke kleur heeft het pak van Prof Piet? Is dat A, blauw, B, paars of C, roze? Roze, zwart. Oké. Sta maar op, kom maar naar het beeld. Kom maar naar het beeld. Druk op die toets waarvan jij denkt wat het goede antwoord is. Ja, dan wacht ik nog even. 3, 2, 1. Tijd is om. Het goede antwoord uiteraard B. B. Hadden jullie goed? Ik dacht dat heel. Heb je het fout niet getreurd? We hebben nog een kans. Oh, gelukkig. Heb je het goed? Des te beter. Vraag 2. Welke Piet helpt Test Piet bij het testen van het speelgoed? Is dat A, Bakjes Piet, B, Hulp Piet of C, Test Piet Junior? A, B of C? Kom maar mee naar het beeld. Of je zat al klaar. Goed zo. Volle hand op die knop. A, B of C? We hebben nog 3 seconden. 2, 1. Tijd is om. En het goede antwoord was B. Hulp Piet natuurlijk. Oké. Maar het was Hulp Piet. Het was Hulp Piet. Oh. Ja. En hij helpt goed, hè, Test Piet? Ik ben echt zonder Hulp Piet ben ik niks. Nou, zo zie je maar. Klopt dus helemaal. Goeie antwoord. Vraag 3, de laatste. Wie weet van alle schoorstenen de hoogte? En natuurlijk niet van alle schoorstenen, van alle gebouwen, trappen, alles. Wie weet van alle hoogte? Is dat A, Hoge Hoogte Piet? B, Schoorsteen Piet? Of C, Pakjes Piet? Oké, je laatste kans. Ja. Sta maar op, kom naar de tv. Druk op die toets. Je hebt nu nog de kans om te wisselen. A, B of C. 3, 2, 1. Tijd is om. Juiste antwoord. Ja, ja. Oké. Hebben ze nou allemaal goed? Mag je je schoen zetten? Gefeliciteerd. Maar schoen zetten, koelen en testen, jullie weten dat. Als je je schoen zet, houdt dat niet automatisch in dat er ook wat in komt, hè? Nee. Kijk, bijna iedereen zet zijn schoen. En elke dag je schoen zetten, dat kan gewoon echt niet. We hebben het veel te druk. Ja. Dus doe het af en toe. En zelfs dan moet je maar hopen dat er echt een cadeautje in komt. En wel zingen. Ja. Zingen is goed paars. En lief zijn. Lief zijn. Maar als je schoen leeg blijft, dat betekent dat niet van... Oh, ik heb dus iets fout. Nee, zeker niet. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Het is ook heel vaak als je namelijk niks in je schoen hebt... dan moet je juist niet verdrietig zijn. Want dat betekent dat je gewoon heel lief bent geweest. En dat je dus nog even kan wachten tot de volgende keer. En hoe langer je wacht, hoe leuker het
is. Aha. Zo is het wel. Aha. En wat ook leuk is, is dat we straks nog Jumbo en chips hebben. Dus heb je vast vragen. Laat je vragen weten via jetix.nl/Sint. En jongens, jullie gaan ook nog even in de chat zometeen. Ja. Je mag nu nog even blijven hoor, als je wil. We gaan, want je moet eigenlijk even ook nog even blijven. Want we gaan iets heel leuks kijken. Ondertiteld via teletext zometeen. Maar eerst nog eventjes de prijsvraag. Schiet me ineens te binnen. Goed zo. Een nieuwe prijsvraag. Jullie hadden er eentje bedacht. Ja, dat klopt. Zal ik hem... De prijsvraag. Wij zijn natuurlijk topstars, we zijn nu met z'n vieren, maar we zijn niet altijd met z'n vieren geweest. Nee. We zijn een tijdje met z'n drieën geweest en toen is er iemand bijgekomen. Aan jullie is nou de vraag, wie is nou het laatste bij topstars gekomen? Is dat A, is dat Liewe? Is dat B, Martijn? Of is dat C, Marne? Dus is dat A, Liewe? B, Martijn? C, Marne? Wie van de drie is nou het laatst... Denk daar even over na. Laat het ons weten via jetix.nl/Sint. En zet erbij prijsvraag nummer 3. Dat is heel belangrijk. Ja. En wie weet kom je dan zometeen net als Hugo in de uitzending. Okay. Neem je een vet cadeau mee en cd's. En dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn. Nou, wat ik net al zei. Chips, Jumbo later nog bij ons in de uitzending. Topstars gaat chatten. En jullie kunnen genieten van opnieuw onder de titel de afleveringen. Wou ik zeggen, maar aflevering van de Club van Sinterklaas. Veel plezier. Je kijkt naar het Sinterklaasweekend. En daar zijn we weer! Ja hoor, tot 12 uur zijn wij live hier in de Sinterklaas-studio. Ja. Met natuurlijk het Jetix Sinterklaas-weekend. Straks de Kids Top 20. Het interview wat ik met Sinterklaas had gisteren. Jumbo komt nog langs. Maar eerst zometeen chips. En allereerst de winnaar van het vorige spel. Want we hebben een vraag gesteld. En we hebben een beller. Met wie spreek ik? We hebben een beller. Hallo? Hallo. Ja? Hoi. Hoi. Met wie spreek ik? Met Jennifer. En hoe oud ben je, Jennifer? 13. En waar bel je vandaan? Van Vlugdijk. Oké, hartstikke leuk dat je mee hebt gedaan. Jij wist het antwoord op de vraag van Topstars. Ja. Wat was het juiste antwoord? A, met Liewe. Is helemaal goed. Hey. Jennifer, je mag een cadeautje uitzoeken. En dan kom ik even hier naar voren toe. Mag je zelf weten welke? Die of die of die of die of die? Ja. Zeg maar. Die rode. Naast die blauwe. Deze. Ja. Deze rode. Oké, Jennifer, die is voor jou ook. Nee. Welke? Nee, die. Die andere rode, die ernaast lag. Die. Deze. Nee, die. Ja, daar. Die. Nee, wel deze. Deze. Ja. Die. Oké, Jennifer. Ja. Nou, ik hoop dat het een goede keuze is. We gaan eens even kijken. Aha, oh, dit is niet alleen leuk voor jou, maar voor de hele familie. Een spel! Oh, yes! Yay! Ja, die wel ik! Ja! Yeah. Nou, heel goed gedaan. Ik heb nog meer leuke dingen. Namelijk, de jongens van Topstars hebben een singeltje achtergelaten, Tenmin voor Katja, gesigneerd. Met handtekening inderdaad. De single van Coole Beats. Daar komt er van handtekening. Grote hit. De Kids tot 20 cd en de cd van de Club van Sinterklaas. Ah, oh, leuk. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Oké, het komt naar je toe. Doei doei. 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 Oh, ik voel me net Sinterklaas. Leuk hè? Ja. Hallo. Kom maar. Hallo. Hallo. Oh. Hey. Chips in de house! Chippies, ik had honger, dus net op tijd. Ja, het is net op tijd. Chips in de house, gezellig! Ja, eindelijk weer. Hoe gaat het dan? Ja, goed. Lekker. Ik moet zeggen, eerlijk. Het ziet jij er goed uit. Ja. En je moet wel even in de microfoon praten, zeg het nog eens één keer. Ja, het ziet jij er goed uit. Oké. Dat sta je niet. Ik train tegenwoordig. Goed, jongens, zitten jullie al lekker in de Sinterklaas-sfeer? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, ik heb al helemaal mijn verlanglijstje klaar hoor. Oh, goed zo. Wat staat er op jullie verlanglijstje eigenlijk? Want jullie hebben toch alles al? Klopt, maar ik ga binnenkort mijn telefoon. Okay. En meerdere van ons. Dus ik wil wel heel veel leuke spulletjes voor in mijn huis. Leuke spulletjes voor in je huis. Ja. Schrijf het even op. Oh, ik zal leuke spulletjes, voor in haar huis. Wel leuk, hè? Ja. Wel leuk. Ja, ook. Zelfde. Ga je ook op jezelf? Ja. Zijn jullie allemaal independent geworden? Ja. Oeh. Ja, nog niet hoor. Okay. Ik moet nog even wachten, maar... Zouden jullie met z'n allen in een huis willen wonen, gezellig? Ja, ja. Oh, gezellig. We zien elkaar toch al de 24 uur per dag. Dat kan er ook nog wel bij. Ik genoeg van elkaar. Peter, wat ga jij je vragen?
Ik denk ook iets voor mijn huis. Ja. Lekker origineel, ja. Oké. Okay. Iets voor op mijn kamer. Ja. Nee, ik denk een paar leuke films of zo. Een paar leuke films. Ja, ik doe het rustig aan dit jaar. Oh, ik dacht dat jij... De vorige keer een laptop en nou een... Ja, precies. Ik denk even iets minder. Mag ook wel eens. Vragen. Hey, er hoort natuurlijk ook bij Sinterklaas muziek en liedjes. En wij willen graag weten, wat is jullie favoriete Sinterklaas? Nou, luister. Wij hebben vorig jaar Ali B gezien. Waar wij natuurlijk helemaal fan van zijn. Dus we hebben gewoon een jaar lang geoefend. En wij kunnen nu ook gewoon rappen en beatboxen. Nou, kom. Ja, natuurlijk. Ik heb de Tinkerbell. Ja, maar jullie mogen wel met z'n allen. Dan ja, wij gaan dus rappen. En dan Kim en Coole Piet en iedereen dus eigenlijk. Meedansen. Ja, gewoon lekker. Leon. Beetje cool. Oké. Ketten begint met de beat. Oké, komt-ie, hè? Sinterklaas kapoetje. Voor wat in mijn schoentje. Wat muziek kwam binnen. Ja. Ik wilde net invallen, dus we zijn net op tijd klaar. Hé, jammer. Ja, heel vet. Nou, gaan jullie de chat weer in? Ja, gaan jullie weer chatten. Oké, hij is weer weg. 2, 3, 4. Sinterklaas kapoetje. Voor wat in mijn schoentje. Voor wat in mijn lasje. Zodat u Sinterklaas houden. Ja, te laat. Voor jullie. Maar eerst ook vragen aan jullie, Leon en Coole Piet. Ja? Namelijk Monique uit Vroomshoop. Oh, Monique. Vroomshoop. Coole Piet, die is voor jou. Oh, die is voor mij. Zing jij al langer of korter dan muziek, Piet? Volgens mij even lang, maar in ieder geval een stuk beter. Oké. Okay. Bescheiden. Inderdaad. En hoe laat ga jij de daken op, vraagt Lies zetten? Ja, nou, dat hangt er een beetje vanaf. Het is al vroeg donker tegenwoordig, dus ik denk dat we beginnen zo, nou, 10 zijn we wel te vinden op de daken. Ja. Ben je wel eens van een dak afgevallen? Ja, ik ben wel eens uitgegleden. Ja? Ja, en dat is niet fijn, kan ik je vertellen. Nee. Au. Zwaar au. Maar het hoort erbij. Het hoort erbij, ja. Even een paar weken in het gips en dan huppakee weer. Ja, dus een blauwe plek, dus zie je niet echt. Maar je hoeft daar niet naar een psychiater of zo om even alles te weer... Op een rijtje. Ze valt eigenlijk de trauma's. Wil je iets kwijt? Wil je iets kwijt? Hey Leon. Hey Marleen. Hi. Marleen uit Eindhoven. Ja. Ik heb geen schoorsteen. Nee. Maar krijg ik dan wel cadeautjes in mijn schoen? Heeft ze het wel eens niet gehad dan? Vraag het aan haar. Ik weet het niet. Nee, volgens de absoluut. Iedereen, schoorsteen of niet, Pieter kwam gewoon overal binnen. Precies. Ja. Schoenen... Is het ook zo loper altijd? Toch? Kijk. Dat is wel zo. Dat wil ik niet zeggen. Pieter komen altijd binnen. Die komen altijd binnen. Maakt niet uit waar. Schoorsteen is het makkelijkst. Ja. Want dat gaat gewoon lekker snel. Maar verder is die er niet. Hallo, muziek, Piet zit wel eens vast, toch? Ja. Moeten we hem even doorduwen. En die wil je niet in je schoorsteen hebben, hoor. Nee. Weet je, maar ik snap wel waarom Marleen dit vraagt. Want ik zit ook altijd te hopen dat ik het hoor. Ik ga wakker blijven, maar dan val ik toch in slaap. Het heeft geen zin om wakker te blijven. Wij kijken echt wel of ze slapen of niet, hoor. Dat weten wij. Dat wij weten of jullie wakker zijn of niet, hoor. Eerder komen we toch niet. Oh, je kan ook niet nep doen. Nee, je kan ook niet nep doen. Nee, dat weten wij. Okay. Jarenlang ervaring. Ik vind jou inderdaad wel zo'n type om dan inderdaad dan zo nep te... Ja, en dan toch stiekem kijken. Volgende keer schud ik je wel even wakker. Met eigen ogen zien. Nee, Leon, jij hebt ook nog wat info voor ons. Ja, nee, dat gaat over het paard van Sinterklaas. Daar kwamen net ook vragen over. Hoe heet het paard van Sinterklaas? Schimmel. Amerigo! Schimmel! Het is een schimmel. Het is een schimmel. Schimmel is ook een bepaald paardenras. Een schimmel wordt trouwens donker geboren. Hè. Als hij geboren wordt, is zijn huid is zwart. En naarmate hij ouder wordt, dan verkleurt dat. En Amerigo heeft in Spanje in het kasteel van Sinterklaas zijn hoofdverblijf. Hier in Nederland heeft hij een verwarmde stal, omdat hij natuurlijk een stuk kouder is dan in Spanje. Dus het moet een beetje lekker verwarmd worden. En als hij teruggaat naar Spanje, is er een speciale stal op de pakjesboot. Oké. Heen niet, want heen wordt hij eerst gebracht, hè, wordt hij vooruitgebracht. Ja. Zei ik gisteren al, dan kan hij een beetje acclimatiseren, even zijn zeebenen kwijtraken, zodat de Sint rustig op kan stappen. En terug heeft hij een speciale stal. Hij heeft ook een paardenpiet die voor hem zorgt.
Dat zou ik nou wel willen doen. Ik zou wel de paardenpiet willen zijn. Ja, ben je goed met paarden? Ja, vind ik leuk. Dat is ook een opleiding. Word je ook niet zo. Maar dat is ook met Silla doen misschien. Dat is ook een specialisatie, hè, op die Zwarte Pietenschool. Op die opleiding is dat specialisatie. Dan kun je paardenpiet worden. Oh, maar dan word je eerst hulppaardenpiet. En dan moet je stallen uitmesten en dat soort dingen. En uiteindelijk word je paardenpiet en dan ben je echt hoofdpaardenpiet. Oké. Okay. Ja. Wat wel belangrijk is, als je nou je schoen zet, zorg ervoor dat je iets in je schoen doet voor het paard. Dat wordt nog wel eens vergeten. Ik heb hier even een kleine demonstratie, een aantal dingen bij elkaar gevonden die je in je schoen kunt stoppen. Bijvoorbeeld een appeltje. Is altijd lekker, altijd gezond, vitamine. Zet dan niet gelijk zo'n hele doos in je schoen, dat is weer te veel van het goede. Eén appeltje is genoeg. Wat ook belangrijk is, wortels. We kennen de wortels. Dit is eigenlijk een soort tandenborstel voor het paard. Hier kauwt hij op en daarmee poetst hij als het ware zijn tanden. Ik geef hem meteen aan Koelen, want die kan dat ook wel gebruiken. Bakje water is natuurlijk altijd belangrijk, zodat hij even lekker kan drinken en kan spoelen. En een suikerklontje, omdat een paard ook wel van een beetje zoetigheid houdt. Dus, oké, suikerklontje. Doe dit in je schoen voor het paard, dan komt het helemaal goed. En je mag natuurlijk ook een tekening erbij doen voor de Sint of voor de Pieten. Dat mag je zelf weten. Zingen en braaf zijn. Nou, dan heb je het helemaal compleet als het gaat om op een goede manier je schoen zetten. Oké. Nou, helemaal duidelijk. Dat gaan we even onthouden. Wij gaan intussen verder met cadeautjes weggeven. Want dat vinden we natuurlijk altijd leuk. Dus zit je te kijken en denk je, ja, ik wil dat cadeautje hebben daar. Ja. Let goed op, want Chips heeft een vraag voor jullie. Ja. Wie gaat hem stellen? Peter kan er wel goed tegen. Hoe heet onze nieuwe DVD? En het is A, is het The House of Chips. B, B. The World of Chips. Of C, All About Chips. All About Chips. Als je het antwoord denkt te weten, jetix.nl/Sint. En dit is prijsvraag nummer 4. Zet dat erbij, is heel belangrijk. En wie weet, ben je dan zometeen hier bij ons in de uitzending. En zometeen meer chips, zometeen Jumbo. Maar eerst gaan we kijken naar het allerleukste programma van de Nederlandse televisie. Jawel, namelijk de Kids Top 20! Yeah. Je kijkt naar het Sinterklaasweekend. Leuk dat je nog steeds kijkt. Je bent er weer helemaal bij. Live het Sinterklaasweekend met in de studio Leon, Coole Piet en Chips. Hey. Nou, jullie hebben lekker gesmikkeld tussendoor eventjes. De tafel is bijna leeg. De tafel is bijna leeg. Vooral jij inderdaad, Kevin. Heel veel chocoladeletters naar binnen gepropt. Maar goed, je kan het hebben. Ik heb een winnaar aan de telefoon. Dat was ik helemaal vergeten. Want we hadden net een vraag gesteld. Ja. En de vraag luidde als volgt. Hoe heet de DVD van Chips? Ja, precies. Ja. En wie heb ik aan de telefoon? Hallo? Hallo. Hoi, met wie spreken wij? Met Leroy. Hey, Leroy! Hey. Waar bel je vandaan en hoe oud ben je? Ik kom uit Lien en ik ben 11 jaar. 11 jaar, oké. En jij wist het juiste, jij weet het juiste antwoord. Zeg het maar. The World About Chips. The World van Chips. The World of Chips. Ja, The World of Chips. Leroy, je mag zelf kiezen welke je wil. Even kijken hoor. Ik heb hier lichtblauw en lichtblauw en lichtblauw. Donkerblauw, rood, geel. Je mag het zelf weten, zeg maar. Doe maar lichtblauw. En die lichtblauw? Donkerblauw. Ja, donkerblauw. Oké. Okay. Ja, Peter. Peter gaat hem uitpakken. Even troffelen. Troffelen. Spannend. Het is een spel. Pictionary. Volgens mij is het heel erg leuk. Ja, dit is heel erg leuk. En Leroy, weet je wat nog leuker is? Je krijgt de single van Coole Piet, de Kids Top 20 CD en de CD van de Club van Sinterklaas. Die hebben we hier liggen. En. De allernieuwste DVD. De allernieuwste DVD World of van Chips. Chips. En we gaan hem ook signeren voor je. En we gaan hem signeren. Een lekkere chocoladeletter. Vind je het leuk? Ja. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Oké, het komt naar je toe. Doei. 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 Zullen we maar meteen verder gaan met meer prijzen weggeven? Ja, leuk. Ik moet even een nieuwe vraag bedenken. Kevin, denk ook eens eventjes een keertje. Ik weet er wel een leuke. Waar is ons... Onze... Ja. Welke single is opgenomen in India? Dat is een goeie. Welke clip is A. A. Chips in Black. Of B. Cowboy. Of C. Arabian Nights.
Mano, wanna Ray be nice, Kevin? 1001. Ja, maar dat stond al niet. Als je denkt te weten wat het juiste antwoord is, jetex.nl/sint. En wie weet kom je dan straks bij ons in de uitzending en mag je dus al die cadeautjes meenemen. Dat zou wel helemaal te gek zijn. En dit is prijsvraag nummer 5. Prijsvraag nummer 5. Zet dat er even bij. En ik heb vragen binnengekregen ondertussen van de fans. Ja, ja, maak je borst maar nat. Linda Mooi uit IJmuiden. Hey, die kennen we. Kennen jullie die? Ja, die kennen jullie. Oké. Als iemand van een van jullie van Chips zou stoppen, zouden jullie dan doorgaan of met z'n drieën doorgaan of zouden jullie dan allemaal stoppen? Ja, ik denk dat Chips alleen, echt wij met z'n viertjes, dat is echt Chips. En dan is het compleet. En ik denk dat als er eentje moet stoppen of geblesseerd is, dat we dan ook allemaal even rustpauze in lassen. We gaan niet verder met z'n drieën of zo. Dus niemand is vervangbaar. Nee. Ja, behalve Peter. Die is heel goed, dat wil jij. Nee. Maar je had het net over geblesseerd zijn. Ja. Je had een heel leuk verhaal gisteren. Dat moeten jullie echt even horen, kids. Gisteren waren jullie. Nou, dat gaat over jou. Jouw blunder van gisteren. Zij waren namelijk in Duitsland gisteren. Om een groot optreden te geven. 15.000 mensen. Precies. Dat ging niet helemaal goed aan het einde. Het ging niet helemaal goed. We moesten drie nummers optreden. Ik ontken alles. En het laatste nummer was Cowboy. En er was al het een en ander misgegaan met de muziek. Bleef hangen en tralala. Uiteindelijk doet de muziek het dan. Nou, dus wij helemaal klaar voor het laatste nummer. Komt Cowboy. Yeehaw! En dan springen wij heel mooi bij de jongens in de armen. Alleen Kevin vond het wel apart om mij even lekker tussen de monitoren te krijgen. Dus ik lag daar. Je liet er gewoon vallen. Ja, maar het was echt grappig, want je zag Cille echt. Ja, daar deed iets voor. Je zag er echt zo tussen die monitoren zitten gewoon. Ze ging gewoon zo zitten. Ja, show must go on. Kijk, ja, maar normaal gesproken, dan doet hij net alsof hij mij het publiek in gaat gooien. Van, oh, weet je, daar komt ze. Dus ik dacht van, weet je, dit is te gooien. Maar... Hallo. Ja. Hallo. Wat, we zingen niet. We gaan even kijken. Komen jullie weer zingen? Wat gezellig. Ja. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn lasje, dank u Sinterklaasje. Oké. Klaar. Oh ja, doe maar niet. Stop maar. Welke Piet zouden jullie willen zijn als jullie moeten kiezen? Koele Piet. Ja? Testpiet. Ja, Testpiet is ook wel leuk. Of Muziek Piet. Silla als Muziek Piet, dat zou ik wel grappig vinden. Muziek Piet. Of de Paardenpiet. Silla als Muziek Piet. Ja, de Paardenpiet. Paardenpiet. De vraag was trouwens van Richard uit Amsterdam. En we hebben nog een vraag. Wat vinden jullie lekkerder, speculaas of pepernoten van Gonzar uit Grijpskerk? Pepernoten. Ja? Ze zitten gewoon die hele setzak van mij in elkaar te trappen van de achterkant. Ik moet echt per se pepernoten zeggen. Ja, maar die setzak is ook gevuld met pepernoten, hè? Ja, maar Tespiet, wat is nou de lekkerste pepernoot? Welke? Ja. Nou, de pepernoten eigenlijk. Kijk, ik vind pepernoten allemaal lekker. Grote, kleine, dikke, dunne, zachte, harde. Je moet alleen wel zorgen dat de pepernoten niet ouder zijn dan een jaar. Oh, en chocoladepepernoten. Groen worden is chocoladepepernoten zijn lekker. Zijn die er ook? Chocoladepepernoten. Oké. Okay. Ja, witte. Oh, die zijn lekker. Die zijn lekker. Nooit gehad. Witte. Nee. Leon? Ja. Ja, ben je er nog? Ik ben er nog. Ik heb ook nog wat vragen voor jou. Van Jan Kees uit Zwolle. Wat is Sinterklaas zijn lievelingsschip? Zijn lievelingsschip? Schip. Pakjesboot 12. Dat is zijn belangrijkste schip ook op dit moment. Want die maakt die hele lange reis van Spanje naar Nederland. Nu naar Sneek, dus dat is helemaal naar het noorden. Mm-hmm. En daar kan hij eigenlijk altijd van op aan. Oké. Okay. Ja. Dan een persoonlijk vraagje voor jou. Debbie uit Haaksberg wil weten, zou jij zelf ook een Zwarte Piet willen zijn of worden? Ik denk dat als ik een Zwarte Piet zou kunnen gaan worden, dan word ik de net niet Piet, denk ik. De net niet Piet. De net niet Piet. Leuk geprobeerd, Piet. Maar net niet. Oké. Okay. En de laatste van Jeffrey. Waarom heeft Sinterklaas een staf? Een staf heeft ook te maken met het heilig zijn, een sint zijn. Heeft een staf, het is een symbool. De sint heeft een hele zware, massieve messing. Staf, dat ding is ook echt een paar kilo zwaar. Ja. Op dit moment gebruikt de Sint hem ook eigenlijk als een soort wandelstok. Want ja, het is natuurlijk een oude man. En hij heeft er gewoon houvast aan. Zeker op het schip. Dat gaat natuurlijk zo. En dan kan hij wat, heeft hij wat houvast. Dat is als je niet aardig bent, dat je dan een klap van de Sint krijgt. Nee. Dat is met de roe. Jij wel. De roe is dat toch? Dat is de
Je ziet Sinterklaas toch niet met dat ding? En neus! Nee. Ja, maar de roe, dat was, hout. Okay. Dat was een houten, een bos hout. Leon, jij kunt ons ook nog iets nuttigs vertellen over de afkomst. Ja, als we nou inderdaad toch over Sinterklaas... We hebben heel veel besproken, heel veel onderwerpen. Behalve degene waar het echt over gaat, Sinterklaas. Wat wel leuk is om te weten, Sinterklaas is geboren in Turkije. Hè? In Mira. En hij werd geboren onder de naam Niños Loas. Niños Loas. Alleen, dat heeft hij later veranderd in Nicolaas. En waarom heeft hij dat gedaan? Hij werd bisschop. En Nicolaas komt uit het Grieks. Nike betekent winnen. En Loas betekent volk. Want hij wilde namelijk graag dat de arme mensen, het volk, zouden winnen van de rijke mensen die aan de macht waren. Nou, omdat hij die arme mensen zo hielp, werd hij als heilige gezien. En daarom werd hij Sint Nicolaas, heilige Nicolaas. Mooi afgerond. Weet je zeker nou, mooi afgerond. Het is gewoon, dat is echt waar. Ja, dat zou je zo aan Sinterklaas kunnen vragen. Maar... Ja, moet dat... Aan Sinterklaas kunnen vragen, jij bent gisteren een Sneek geweest. Wij zitten nog steeds op dat interview te wachten wat jij had. En op die kus! Ja, luister, ik moet even twee dingetjes uitleggen. Dat interview van Sinterklaas, daar gaan we nu naar kijken. Maar als je nou denkt van, wat ziet Kim Jan eruit? Ik heb geen uitslag, geen schurft of zo, maar ik had allemaal, ik heb allemaal kusjes gekregen op mijn wangen. Dus daarna had ik allemaal papietjes. En Sinterklaas, of ik die weddenschap nou heb gewonnen, of ik nou wel of niet een kus heb gekregen van Sinterklaas, dan moet je toch even kijken. Dus hier is het interview met Sinterklaas. Je kijkt naar het Sinterklaasweekend. Ah, ik heb hem verwacht. Oh. Ik heb hem gehad hoor. Ja. Drie kreeg ik er. Jeetje. Ik vind het toch stoer. Wat is je tegenprestatie ook alweer? Nou, zij mocht die hele tafel dan met snoep hebben. Ik mag altijd snoep goed hebben en ik ben stoer nu. Ja, dat ik absoluut stoer. Ja. Respect. Het ging misschien dan wel niet van harte, maar ik kreeg ze wel. En lekker dat ze waren. Dus ja, dat was echt hartstikke leuk. Heel goed. Ja, we hebben ook weer een winnaar aan de telefoon. Oh, oké. Okay. Ja. Goedemorgen. Hallo. Met wie spreek ik? Judith. Judith. Hey Judith. Hoi. Jij weet het juiste antwoord, hè Judith? Ja. Zeg het maar. Arabian Nights. Arabian Nights, inderdaad. Daar was de clip in India van opgenomen. Dat betekent cadeautjes. Judith. Hallo. Welk cadeautje wil je? Gele. Hier deze? Of deze? Of die? Onder de tafel. Onder de tafel. Deze onder de tafel. Deze is goed. Deze is goed. Oh, die? Ja, die is goed. Die is goed. Hoe oud ben je, Judith? 10. Oké. Okay. Oh. Nou, dan gaan we. Dan gaan we. Dan. Hey. Oh, wow. Hey. Dat is mooi. Zie je het? Uit die nieuwe film. Een hele mooie pop van de nieuwe film, inderdaad. En je krijgt er nog meer bij, namelijk Chips was hier net. En die hebben hun nieuwe DVD gesigneerd. Dus die is voor jou. En de Kids tot 20ste deel 4. Coole Piet, de single. En de Club van Sinterklaas, allemaal voor jou. Leuk. Leuk, hè? Gefeliciteerd. Doeg. Doei. Doei. En de Chips zit trouwens nog steeds in de chat, samen met nog wat Piet. Dus gezellig. Hey. Kijk eens. Het is Jumbo. Wat heb jij op je rug? Lekker bij. Ja, helemaal gezellig hier, dames. Volgens mij wil muziek Piet er ook wel even bij zitten. Ja, kom bij. Hi. Hoe vinden jullie onze Sinterklaas studio? Ja, hartstikke mooi. Gezellig, hè? Lekker vooral. Ja, pak wat je pakken. Nou, ik zou het niet doen, hoor. Ze zijn niet ouder dan een jaar. Nee, precies. Ze moeten er voor de gasten muziek. Muziek Piet. Muziek ik wel. Goed zo. Ja, hey meiden, gisteren was Sinterklaas aangekomen in Sneek. Ja. Waren jullie erbij of hebben jullie het gezien? Of hebben jullie iets van meegekregen? Wij moesten gisteren optreden, dus we hebben het helaas niet kunnen zien. Oh, jammer. Maar jullie zitten wel helemaal in de sfeer voor Sinterklaas? Ja. Ja, dat was ook beter. Sinterklaasfeest, dus okay. We hebben onze schoen al gezet, hè? Oh, ja, en ik heb al een cadeautje. Nou, zij was echt een supermooi cadeau. Ik heb een puppy. Een puppy? Ja, lieve. In je schoen? Ja, ik heb een hele grote schoen gezet. Schoen het ook eens uit, ja. Dus wij maar die pup ook eens terugstoppen, het was echt. Hij was overal die pup. Inpakken, inpakken. Ja. Hij was echt, hij is zo lief. Oh, wat leuk. Heb je hem ook een naam gegeven? Ja, hij heet Benji. Benji? Ja. Puppy Benji. Superleuk. Benji. En jij, heb jij al iets gekregen? Nee, ik heb nog niks gekregen. Heb je wel iets op je verlanglijstje staan? Ja, want we hebben het natuurlijk heel druk en ik heb eigenlijk geen tijd. Ja, jou. Ja. Geen tijd om mijn rijbewijs te halen, want ik ben net 18.
Dus die wil ik wel gewoon in mijn schoen. Dat is wel makkelijk. Ja, ja. Dat is niet zo dun. Ja. Ja. Die zijn dat de vroeger niet in de schoenen hebben. Ja, maar niet even. Regel het even. Gaan we rekenen. Oké, heb je ondanks dat jij al een leuke doodje hebt gehad, toch nog iets op je verlanglijstje staan? Nou, ik woon ook pas samen. Okay. Dus ik wil wel nog een hele mooie spiegel voor in de wc. Want okay. Er hangt nog geen spiegel. En ja, het is wel handig. Zo groot mogelijk. Een hele grote spiegel. Ja, inderdaad. Dat je ook jezelf kan zien, zeg maar. Ja. Lotte. Hier. Ja, nou, ik zou eigenlijk wel het paard van Sinterklaas willen. Het paard van Sinterklaas? Ja. Nou, zo. Niet iets te daar hoef je geen Zwarte Piet voor te zijn om te weten dat dat niet gaat lukken. Nee. 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 Want dat kan je ook wel heel mooi stalletje vrij. Voor Lotte. Ik ben heel goed verzorgd. Ja, maar Sint gaat toch... Hey, maar mijn zwaar van Sinterklaas heeft toch wel eens vrij. Als kindjes krijgen of zo, kunnen we kijken. Is. Misschien een zoon of zo van Amerika of een dochter. Ja, waarom niet? Logeren. Ja, jij bent Sinterklaas in Spanje. Ja, helemaal paardig. Of dat hier een jaartje blijft als Sinterklaas in Spanje zit. Ja, dan zorg ik gewoon voor Amerika. Dan gaat hij hem missen. Maar okay. Ze gehecht als een maar het was te proberen, joh. Ja, ben niet waar, ben niet wint. Hij was een schimmel niet kwijt. Nee. Nee. Oké, okay. Dan iets anders. Wat is jullie favoriete Sinterklaasliedje? Sinterklaasje bonnen, 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 hè? Ja, Sinterklaasje bonnen, ja, bonnen, ja, die vind ik wel leuk. Ook de muziek Piet Blues. Ja, die heeft hij aan, die blues, hè? Ja, die ken ik niet. Zing eens een stukje. Sinterklaasje bonnen, bonnen ken je toch ook wel? CD. Ta na 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 na. Ik ben de muziek. Ta na 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 na. Ik hou van muziek. Na na na. Ik ben dol op zingen. Daarin ben ik uniek. En hoewel ik heel goed ben, word ik vaak gepest. In sommige dingen ben ik zelfs beter dan de rest. Maar dat is niet jullie favoriete. Nee, dat is ook heel erg leuk. Nee. Ook leuk, maar het is Sinterklaasje bonnenbonnen. Maar die kunnen we ook zingen. Kunnen we een stukje zingen? Gaat hij ook weer? Sinterklaasje bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Ja. Tada, daar heb je hem al. Ja. Mooi, 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 mooi. Altijd leuke liedjes, gezellige liedjes. Ja, vind ik ook. En iedereen kan ze goed meezingen, ik ook vooral. Ja, trouwens, even over liedjes en Sinterklaas, dat is wel leuk. Sinterklaas vindt dit altijd wel een leuk liedje, maar meestal als de kinderen komen en ze kiezen voor dit liedje, dan vraagt de Sint vaak nog een liedje, omdat hij het zo kort vindt. Ja, dat is waar. Oh, oké. Okay. Zullen we dan als hij gins komt de stomo zingen, dan is hij veel langer. Fijn, maar is te lang. Lang. Nou ja, dat doe ik. 1, 2, 3, zie ik. Ik kom de stoomboot uit Spanje weer aan. Ik ben zo zeker dat ik zie je aan de hand. Hij staat je uit de kop en neer. Hoe draai je de windels al in en al weer? Oké. Oké, in de chat zitten nog steeds natuurlijk Chips en de Pieten. Hallo! Chippies! En Jumbo, jullie gaan ook zo meteen in de chat. Dus ben je fan, jetix.nl/sint. En dan kun je helemaal inloggen via de chat. Ja, ik weet allemaal niet hoe dat gaat met die techniek tegenwoordig, maar het is mogelijk. En ik heb nog meer vragen van fans natuurlijk gekregen voor Jumbo. Oh, leuk. Ja, alleen ik heb ze nu niet. Oh, die krijg je misschien zo meteen. Leon, Jij had even ondertussen iets anders. Info over het schoen zetten. Oh. Ja, info over het schoen zetten. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je schoen pas zet. Zeker. Dat je je schoen pas zet als de Sint in het land is. Daarvoor heeft totaal geen zin. Nee. Ja, dat lijkt me ook duidelijk. Ja? Maar er zijn toch kinderen die het altijd proberen. Het is een kat. Nou, bij het schoen zetten is het gewoon belangrijk dat je op een aantal dingen let. Ik heb het er al over gehad. Doe er wat in voor het paard. Hooi, appeltje, suikerklontje, wortel. Allemaal gezond voor het paard. Bak je water erbij. Ook belangrijk om er iets voor de Sint in te doen. Of voor de Piet. Een tekening, een knutselwerk. Kortom, iets wat jij als cadeautje aan de Sint wil geven. Want het is per slot voor rekening de verjaardag van Sint-Nicolaas die we vieren. Dan is het ook belangrijk dat je zingt bij je schoen. Een mooi lied. Hard en duidelijk. Hard en duidelijk. Maar, het liefst ook zuiver. Ja. Hè? Dan moet je soms wel eens op oefenen. Als Piet zijnde ook. Mooi lied. Sigrins komt de stoomboot is mooi. Hop, hop, hop is een heel mooi. De streken van Tante Toets mag ook. Brieven van Jacob mag ook. Kortom, verzorg het. Besteed er aandacht aan. Niet even schoen inzetten, klaar. Want
dat heeft de Sint en de Piet liever niet. Ja, voor niets gaat de zon op natuurlijk, hè? Wat? Voor niets gaat de zon op. Oh, ja. Ja, dus dat je dat even weet. Ja. Oké, okay, dan gaan we weer cadeautjes weggeven. Maar daar hebben we wel even, ja, dat is altijd leuk, een nieuwe prijsvraag voor nodig. Dus meiden van Jumbo, hebben jullie iets leuks in gedachten? Een vraag? Ja, we hadden wel een vraag, ja, hè? We hadden een vraag. Hoe heet onze nieuwe single? Ja. Hoe heet de nieuwe single van Jumbo? A. Made to love you. B. The Jumbo Jump. Of C. Ik ben verliefd. Nou, weet jij het? Jetix.nl/Sint. En wie weet kom je dan zometeen in de uitzending. En mag je hier dus allemaal cadeautjes op komen halen. Spannend. En ik heb ze nu. Ja, ik heb ze nu. Dat wou ik eventjes zeggen. Bedankt. Ik denk, wat geef jij nou aan mij? Verrassing. En maar jullie gaan zometeen nog in de chat. Ja, leuk. En wij gaan ondertussen kijken naar een commercial break. En daarna kun je genieten van Witch. Okay. Dus tot zometeen. Je kijkt naar het Sinterklaasweekend. Yep hoor, we zijn er weer helemaal. Het laatste gedeelte alweer van de liveshow hier bij Jetix, het Sinterklaasweekend. En oh, gaan jullie ons even zingen? Pieten voor een tijd. De Pietenmeid. En een stoere Pietenmeid. Hoi! Stoere Pietenmeid. Over stoere meiden gesproken, Jumbo zit nog steeds in de chat en die komen er zo nog even bij, want ik heb wat vragen gekregen van de kids. Maar eerst hebben wij weer iemand aan de telefoon die heeft meegedaan om onze prijsvraag, het grote Sinterklaas cadeauspel. Hele goeiemorgen, met wie spreek ik? Met Sabrina. Hey Sabrina, waar bel je vandaan en hoe oud ben je? Ik bel van Diemen en ik ben 12 jaar. 12 jaar, oké. Okay. Jij denkt het antwoord te weten op de vorige vraag? Ja. Zeg het maar. To me to love you. Made to love you. Ja! Hey, je is mag goed. Je een cadeautje uitzoeken. Welke wil je? Doe maar Dima. Die rode onder de tafel. Die grote onder de groot, tafel. Rode. Deze bedoel je? Er is toch een rode? Oh. Of zit er nog een rode onder? Ja, die. Hè? Ja, die. Daar! Ja. Oh, helemaal in de hoek. Het hoekje. Oké. Okay. Die gaan we doen. Okay, dat wordt hem. En oh, dat is leuk! Hey! Een polybleu, een mooie auto! Het is een auto en twee poppen en allemaal kledingsetjes erbij. Misschien is wel een leuk zusje of zo. Wintersportavontuur. Komt altijd dat komt allemaal naar je toe. En nog meer Sabrina, alsjeblieft. Je krijgt ook de nieuwe single van Jumbo, Made to Love You, met handtekeningen van de meiden. En het album Jump, ook van Jumbo. Hartstikke leuk. En de club van Sinterklaas, de cd krijg je. En wat hebben we nog meer? De Kids of Winter cd natuurlijk. Okay, allemaal voor jou. Gefeliciteerd. Oké, okay, graag gedaan. Doei. Hou jij even die meiden van Jumbo eventjes erbij. Meiden. Ik had het net toch over die vragen. En ik heb ze nu dus. De vragen van de kids, weet je wel, voor Jumbo. Oh, oké. Maar ze was ik net naar op zoek, maar ik heb ze gevonden. Meiden, kom maar even bij. Daar komen helemaal ze. Backstage. Ja. Jumbo! Yay! Meiden, neem plaats. Uit de chat in de set. Was het leuk in de chat? Ja? Ja. Wat was de meest gestelde vraag? Zal ik eens gaan zitten? Hoe kan je beroemd worden? Hoe kan je beroemd worden? Stel eens heel veel. Nou, hoe kun je beroemd worden? Ten eerste veel te gaan oefenen natuurlijk. Zingen, dansen. En audities gaan doen overal. Audities gaan doen. En wij ook gedaan. Helemaal duidelijk. Vragen van de kids. Zijn jullie klaar voor? Leuk. Ja, kom op. Hoe oud zijn jullie? 22. 22? Ik ben net 18. 18? Ik ben 21. Oké. Okay. Deze is voor Lotte. Ja. Van Charlotte uit Breda. Hoe kom je aan die mooie krullen? Nou, op een dag werd ik wakker. En dat heb ik nu in mijn hoofd. Hey, dat had jij ook. Ik ben gelukkig. Ja, ik heb toen ik in de puberteit zat, zeg maar. Toen heb ik het stijl gefeund. Toen vond ik het gewoon niet mooi. Toen dacht ik van, krullen. Nou, en, Ik streed het ook wel eens gewoon. Je streed het ook, ja. Is vaak zo. Degene die krullen hebben willen stijlhaar en stijl hebben die krullen. Maar toen ben ik bij de kapper geweest en die heeft anders geknipt en toen had ik krullen. En het is hartstikke leuk. Dankjewel. Nooit meer veranderen. Merel uit Assel, wat is jullie mooiste cadeau geweest dat jullie ooit van Sinterklaas hebben gekregen? Even kijken. Nou, ik weet nog wel dat ik op een ochtend beneden kwam. Want er stond een hele tafel vol en er stond dan naast de tafel een hele grote roze fiets. Oh, daar was ik heel blij mee. Ja, ik ben natuurlijk,
ik ben natuurlijk heel blij met mijn hondje. Maar ik heb ook wel eens killers gekregen. En ja, die vond ik helemaal vet cool. Ja, dat is wel echt cool cadeau. Ja. Ik weet nog wel, toen ik 5 of 6 was, heb ik ooit een heel klein baby caviaatje gekregen. Oh. Een echte? Een echte. Daar was ik heel erg blij mee. Vond ik hartstikke leuk. Levende dingen, dat is toch wel leuk. Ja, want die bijten, dat weet je al, voordat je die inpakt. Ja, ja. Vinden die pieten niet leuk? Kun je die dan niet best in een laars doen? Dan komen ze niet uit. Leon. Oh. Leon. Net niet Piet, hè? Ik weet wel waarom jij geen Piet bent geworden. Ik heb ook nog vragen voor jou. Coole Piet. Coole. Ben ik, hè? Mandy wil weten, wat doe jij in je vrije tijd? Ik game heel veel. Okay. Heel veel. Meestal moeten ze me echt uit de gamekamer halen. Op het kasteel moeten we natuurlijk al die spelletjes moeten we allemaal testen. Mm-hmm. Samen met de testpiet en die verliest altijd van mij. En dan gaan we altijd gamen. Dus dat doe ik heel graag. En voor de rest heel veel muziek. Heel veel muziek. Heel veel muziek. Vind je actiespelletjes leuk of woordspelletjes? Dat je de woorden moet raden? Nee, dat minder. Ik ben echt van de actiespelletjes. Oh, okay. Racen, schieten. En lusten jullie wel Nederlands eten? Vraagt Jeline uit Warder. Ja, om een beetje, als we in Spanje zijn, zelfs dan krijgen we boerenkool met worst. Het is even dooreten, maar dat is wel lekker. Echt? Ja. Oké. Okay. Echt, ja. Wist je weer niet? Dat paella alleen. Paella, nee man. Wie vind jij de leukste en de grappigste Piet in het Pietenhuis? Nou, ik moet eerlijk zeggen, niet jezelf zeggen? Nee, maar ik moet heel erg om muziek lachen. Hij is toch wel heel erg grappig. Ja? Muziek is heel erg grappig. Daar heb je. Nou, kijk nou, we hebben het daar. Hippen jullie mee? Nee hoor. Maar nu je er toch bent. Hij was net vol, hè? Zak. Die was echt vol, ja. Kijk nou. Oh. Hij heeft geen microfoon, dus als je wat wil zeggen, dan... Nee, hij was half leeg, net. Hij was half leeg. Moet jij? Nee, jullie. Nee hoor, dankjewel. Jullie. Leon, ook nog wat dingetjes voor jou. Waarom wonen ze eigenlijk in Spanje? Ja, vertel eens waarom ik in Spanje woon. Ja, waarom woon jij in Spanje? Ben je buiten geweest vanochtend? Ja, nou, precies. Vanwege het weer waarschijnlijk. Koud, ja, het is koud. Nee, maar Sinterklaas die komt oorspronkelijk uit Turkije. En vroeger was de wereld, waren de landen anders verdeeld. En uiteindelijk is het door een verdeling, is dat... Hij woont in Spanje voor het lekkere weer. Oké, nou, dat is nou alles duidelijk antwoord. En wie is de oudste Piet en wie is de jongste van Manon uit Bredenbroek? De oudste Piet is senior Piet. Oh? Ja. Of was jij... Nee. Senior Piet en de jongste is, hoe noem je dat? De mini Piet. Maar die komen alle twee niet naar... De een niet meer naar Nederland, is de oud en de ander nog niet, want die is te jong. Die is nog aan het oefenen. Met Kruipen. Ja, Kruipen. Oh, oké, maar die gaan we nog wel een keertje zien. Tuurlijk. Mini Piet komt over een paar jaar gewoon mee. Oké. Dan heet hij, geen mini Piet meer. Nou, ik vind het jammer om te zeggen, maar we zijn er alweer bijna doorheen. Nee, niet leuk, hè? Ik ben er nog lang niet doorheen. Maar... Nee, ga jij nog maar even lekker door dan. Ja, het was het alweer, maar niet helemaal, want er is nog wat te doen. Het is in ieder geval... We hebben alles verteld, je weet nu alles over Sinterklaas, over de Zwarte Pieten, over je schoen zetten. Over schoen zetten had ik nog wat. Ik zei net, hoe moet je je schoen zetten? Ik heb het vorige blokje gedaan. Eén ding vergeet, wat heel belangrijk is, vergeet je verlanglijstje niet erin te doen. En... Vergeet ook niet een schone schoen neer te zetten, want er is wel eens een Piet geweest die gewoon een schoen pakte en er zat nog poep aan. Hondenpoep aan. Dus dit kwam ook aan dat cadeautje te zitten. Nou, je snapt hoe dat gaat, dat wordt één grote bende. Ja. Maar goed, er is verder nog meer te doen inderdaad. Volgende week zondag ben ik er met de Sinteractieve Pito Quiz. Dat is zondag vanaf 8:30 kun je kijken en dan kun je je eigen Sinterklaas kennis testen. Absoluut. Dus dat is wel leuk. En blijf ook de club van Sinterklaas volgen natuurlijk. Ja, spannend. En misschien zien we elkaar nog op het grote feest van Sinterklaas. Leuk. 27 november. Ja. Nou, dat wordt helemaal rocken, helemaal te gek. En dan kun je er niet bij zijn, dan kun je het volgen. Vanaf 4:00 is het op televisie. En verder wil ik eigenlijk iedereen bedanken. Coole Piet, bedankt dat je er was. Leon. Hij was weer gezellig, toch? Hij was super gezellig. Ik vond het echt een lekker begin van Sinterklaas. Hij was super gezellig. Gaat het? Ik vergeet jou niet, hoor. Ik heb nog wat. Heel snel. Ja, de top 3 van de liedjes. Op 3 zit de Klaas Kapoentje, op 2 Brieven van Jacob en op 1 echt met superveel stemmen. De Spreekt niet dat de toets! Yeah!